Wat gebeurt er? Kom je spelen, dommel? Je hebt me wakker gemaakt en ik droomde zo fijn. Als je zo aangebrand doet, wil ik niet met je spelen. Dan zoek je het zelf maar uit. Mij wakker maken en dan niet willen spelen? Onmiddellijk ophouden met ruzie maken! Ah! Sorry, je zei maar voor, maar je stond in de weg. Dat is geen manier. Kom hier, kattenkop. Wops. Oh. Pak me dan. Als ik krijg je wel. Als ik je mijn poten krijg, blijf staan! Kom je hier, kattenbak, kom je hier, 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 kom je Dit keer zijn jullie te ver gegaan. Ik eis genoegdoening. Wat denken jullie te gaan doen om dit goed te maken? Het spijt me, mevrouw Beatrix. Woorden schieten me tekort. Jullie zullen er een prijs voor moeten betalen. Dat is het. We gaan meteen naar de bloemenmarkt en kopen nieuwe planten voor u. Groter en mooier dan die u had. Kom op, semafoor. Oh nee, die bloemen zijn onvervangbaar. Ik heb die bloemen jarenlang met liefde en zorg opgekweekt. En wat jullie ook op de markt kopen, het zal het verlies niet goed maken. Dus, semafoor, jij bent verantwoordelijk. Heb jij een idee? Heeft u misschien toevallig nog wat zaad over? Jawel, maar het duurt jaren voordat die planten een beetje groot zijn. Jawel, maar niet als ik ze behandeling geef met mijn superkunstmest. Oh, wat ben je toch een genie. Waarom krijg ik op dit soort momenten de zenuwen? Kijk, hier zijn de zaadjes, semafoor. En het zijn de laatste die ik er nog van heb. Weet je echt zeker dat je superkunstmest goed werkt? Ja, ik denk het wel. Dat zal best lukken, denk ik. Weet je het dan niet zeker? Zo, vitamine, mineralen, heb ik nog alles? Weet je zeker dat je met jouw kunstmest die bloemen in bloei kunt krijgen, semafoor? Niets is zeker in de wetenschap, maar ik hoop op een goed resultaat. Mag ik je erop wijzen dat jouw hoop meestal de bodem wordt ingeslagen, omdat jouw experimenten de neiging hebben om voortijdig te ontploffen? En als dit mislukt, dan is mevrouw Beatrix in staat om ons allebei te vermoorden. Dus als je me een genoegen wilt doen, dan goochel je alleen maar met die zaadjes als je echt helemaal zeker van je zaak bent. Stilte! Je verstoort mijn concentratie en die heb ik nodig om dit experiment te laten gelukken. Dus doe me een lol en ga wat te eten maken. Ai, ai, baas. En nu moet ik zorgen dat ik helder blijf denken. Knorrige mensen moet je te eten geven. Daar worden ze weer blij van. Oké, tijd om te keren. Oh! Honderd druppels van deze vloeistof. En een paar van die en wachten tot het zaad het opzuigt. Hier ben ik dan. Sorry dat het zo lang duurde. Wat is er met je gezicht? Ja, gek, hè? Ik werd opeens helemaal rood. Het zal wel van het koken komen. Zo, ziezo. Zo. Als ik de zaadjes een nacht in de warmte laat staan, nemen ze de kunst best goed op. Ik hoop het maar. Mevrouw Beatrix, hier zijn we met uw zaadjes. De regels moeten een spaardiep zijn, dobbel. Dat is snel, zeg. Weet je zeker dat ze zullen bloeien, semafoor? Helemaal zeker weet je dit soort dingen nooit, maar we doen ons uiterste best. Kijk maar. Ik ben benieuwd of het lukken zal. Papa, de superkunstpest erover strooien, een gebedje doen, aarde over de zaadjes scheppen en het geheel afdekken met landbouwplastic. Ik vraag me af of dat voldoende is, semafoor. Tja, dat zullen we moeten afwachten, mevrouw Beatrix. We hebben 50% kans. De zaadjes zullen of gaan bloeien of niet gaan bloeien. Kijk, nou eens, semafoor. Haal gauw de folie weg, dommel. Ja. Huh? Oh! Oh, nee! Maar!
zo. Het is gelukt. Nee, maar mijn uitvinding werkt. Dat is ook voor het eerst. Wat mooi. Het is net een wonderschoon sprookje. Wauw, het is hem gelukt. Dat betekent dat ik mijn mening over semafoor moet herzien. Hij is geniaal. Als je er niet uitkomt, moet je het semafoor vragen. Ik sta perplex. Hoe kan ik je bedanken, semafoor? Nou, zo bijzonder is het ook weer niet.